Hartelijk welkom mensen weer bij zijn boodschappen in de provincie verdieping 1. De vier Evangeliën. En we zijn bij hoofdstuk 20, het derde deel. We gaan verder onderzoeken. We hebben natuurlijk een beetje pijnlijke dingen hier van tevoren gehad. Ernstige waarschuwing, zoals je weet. Dat we zeggen: er staat nogal wat te gebeuren als wij Christus willen volgen. Want er zijn mensen die hebben een blinde ingenomenheid. Zijn ze vervuld met haat? Dan krijgen we de tijd van Ananias en Saphira weer terug. Dus het is veel overgave voor nodig. om Jezus Christus te willen volgen. En daarom heb ik nog een citaat voor u. Want het is gewoon belangrijk: willen wij Jezus volgen? Dat we niet verlogenen, Dat is het ergste wat wij kunnen doen. We weten, dat is ook al gebeurd. Daar zullen we het in het bijzonder ook nog over hebben natuurlijk. Wat er bij Petrus is gebeurd, met de verloochening. Nogmaals, dat kan ons ook overkomen. Vandaar, let op. Laten we eens kijken hoe de Heer Jezus dat ook tegen de profetes, de laatste profetes, zuster E.G. White, heeft verteld. Waarom is het belangrijk trouw te zijn en Jezus niet te vlogen? Dat vinden we weer in de wensreoen. Zij die trouw zijn aan God, behoeven niet te vrezen voor de macht van mensen of de vijandschap van Satan. In Christus is hun eeuwige leven zeker. Hun enige vrees moet zijn dat zij niet de waarheid opgeven en elders verraad plegen aan het vertrouwen waarmee God hen heeft geëerd. Dat is enorm belangrijk. Krijgt u die waarheden, moeten we daar ook trouw aan blijven. Mensen kunnen Christus verlogenen door kwaadsprekerij, door dwaze woorden, door woorden die onwaar of onvriendelijk zijn, leugens dus. Ze kunnen hem verlogenen door de wereld gelijkvormig te worden, door onbeleefd gedrag, door liefde voor eigen inzichten, door zichzelf te rechtvaardigen, door twijfel te koesteren, moeilijkheden te veroorzaken en in duisternis te vertoeven. Op al deze manieren verklaren zij dat Christus niet in hen woont. En al wie mij verloren zal voor de mensen, zegt hij, Jezus Christus, die zal ik verloren voor mijn Vader, die in de hemelen is. Dat is duidelijk. Het is dus niet alleen dat we de waarheden niet blijven onderzoeken en vast blijven houden aan die waarheid, maar dus ook. Eigen inzichten, liefde voor eigen inzicht, wereldgelijkvormigheid, al dat soort dingen, roddelen, kwaadsprekerij, moeilijkheden veroorzaken in de gemeente, die horen er allemaal bij. Dan verlogen wij Jezus Christus. En dat zijn dingen die worden vaak niet goed overdacht, terwijl er heel veel, ontzettend veel gebeurt. De uitkomst is overwegend ook dat u geen inzicht krijgt in Gods woord, dat kan ik u ook beloven. Die mensen die zo doen en die zo met hun broeders en zusters omgaan, die krijgen nooit een volledig inzicht in Gods Woord. Dat kan ook niet. Die zijn niet geheiligd. Want wij moeten volmaakt zijn, willen wij Gods Woord blijvend in ons dragen. En ook blijvend in alle oprechtheid uitdragen. Dan gaan we nu verder met Matthäus. En wel Matthäus 20, vers 17. En Jezus opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de twaalf discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: We zien heel duidelijk dat hier het moment komt dat Jezus Christus met zijn discipelen alleen verder gaat. We lezen dat dit het moment is dat Jezus naar Jeruzalem gaat en zijn discipelen, zijn arbeiders dus, waarschuwt, en dit is de derde keer al namelijk. Wat er staat te gebeuren. Alhoewel zij toen en wij nu er nog niets van begrepen. Terwijl we nu echt wel wat meer kunnen begrijpen trouwens. Hetzelfde is in deze tijd ook zo. Als het moment daar is dat de benauwdheid voor de deur staat, slaapt de gemeente. Waardoor God ons niet kan gebruiken als zijn elfde uur arbeiders. Een gewaarschuwd mens geldt dus voor 2. De opvallende geschiedenis speelt zich ongeveer zeven dagen voor Pasja, dus de kruisiging, af. Ook de 144.000 zullen door Jezus apart onderwezen worden voordat de Jacobsbenauwdheid uitbreekt. Dat kunt u hier heel goed zien. Voor de opgang naar Jeruzalem nam onze geliefde Heer Jezus, de 12 discipelen, tot zich. Alleen op weg. En toen gebeurde er heel veel. Heeft de Heer Jezus hun heel veel verteld. En de Heer Jezus wil ons nu ook enorm veel vertellen. Vandaar ook nu natuurlijk het begin bij hoofdstuk 20. En daardoor zien wij heel nadrukkelijk wat er in de eindtijd te gebeuren staat. Want diegenen die de profetieën goed hebben bestudeerd, die weten dat we zeven hervormingsperioden hebben. En daar willen we nu eerst eens wat meer op ingaan. Hoe zit dat met die zeven hervormingsperioden? De zeven hervormingsperioden in de geschiedenis van het verlossingsplan. We moeten nu iets meer weten over de hervormingsperioden, welke in de afgelopen 6000 jaar hebben plaatsgevonden. Herhaalde presentaties zijn boodschap in Daniel, verdieping 1, de delen D1 tot en met D3. Dus D1, D2, D3. En dat is het profetische 3 plus 1 patroon. Want deze kennis is nu erg belangrijk. Ontzettend belangrijk zelfs. Als we deze 7 maal 3 plus 1 patronen, met daarbij de details van deze patronen goed begrijpen. Kunnen we ook begrijpen wat Jezus ons door zijn onfeilbaar woord als profeet te vertellen heeft gehad? En daar draait het om, juist om die laatste regel. Wat heeft Jezus als profeet, de grote profeet, ons te vertellen? Opmerking. Jezus was op aarde profeet en is nu in de hemel priester En wordt straks over de nieuwe hemel en aarde uitgeroepen tot koning. Dus eerste, tweede, derde. Eerste profeet, tweede hoge priester, derde koning. En dat koningschap begint bij de uitstorting van de eerste plagen. Van dan gaat de genade deur ook dicht. Dat is openbaring 22 vers 10 en 11. Als je dat doorleest, dan ziet je ook, zij die geheiligd zijn, worden nog meer geheiligd. En hij die onrecht doet, doet nog meer onrecht. Maar... Wij moeten nu heel goed die zeven hervormingsperiodes begrijpen. Die herhaal ik hier een heel klein beetje voor u. Niet totaal, maar met een andere opdracht erbij, namelijk. Dat u goed gaat beseffen, of beter gezegd, gaat denken in die trant van die zeven hervormingsperiodes. En de vijfde hervormingsperiode, zo zult u straks weer zien, is de periode van Johannes de Doper, zeggen we wel. Maar juist ook van onze geliefde Heer Jezus. En laten we dat maar eens onderzoeken. Want waar vinden we de hervormingsperiode in Gods woord? In profeten en koningen bladzij 417 en dat is natuurlijk wel hardkaft. Want daar attendeert zuster White ons over die hervormingsperiode. Het werk van herstel en hervorming. Daar hebben we het natuurlijk over. Door de terugkerende ballingen. Onder leiding van Seru Babel. Esra en Nehemia. Vormt een beeld. En dat is een belangrijke regel, let op. Van een werk. Van geestelijk herstel. Dat moet plaatsvinden. In de laatste dagen van deze wereldgeschiedenis. Zevende hervormingsperiode dus. Het overblijfsel van Israël. Was een zwak volk. En dat is nu ook. Blootgesteld aan de plunderingen van de vijand, nu geestelijke plunderingen. Maar God wilde door hen op aarde een kennis van Hemzelf en Zijn wet in het leven houden. Ze waren de verdedigers van de ware eredienst, de bewaarders van de wet. En daar komt veel meer bij kijken dan alleen de wet houden. Ze ondervonden verschillende dingen bij de herbouw. Van de tempel en de muren van Jeruzalem en hadden met krachtige tegenstand te maken. De lasten van de leiders in dit werk waren zwaar, maar deze mannen trokken voorwaarts in onwankelbaar vertrouwen, in een ootmoedige geest en in vast vertrouwen op God. In het geloof dat Hij zijn werk zou doen triomferen. Dus. E.G. White zegt hier heel duidelijk: let nu op, die hervormingsperiode bij die tempelbouw moet nogmaals plaatsvinden in de laatste dagen van deze wereldgeschiedenis. Dus we spreken over Gods Woord. God vertelt ons met die hervormingsperiodes, als we dat goed gaan onderzoeken en goed gaan begrijpen, dan weten wij ook iets van de laatste hervormingsperiode. In onze wereldgeschiedenis. Waar die vijfde groep, die 144.000, die we net hebben geleerd, die de Heer Jezus ons uitgelegd heeft, veel meer te maken krijgt. En die moeten ze kennen. Ze moeten begrijpen wat die zevende hervormingsperiode inhoudt. Laten we eens kijken met z'n allen. Dit beeld komt u bekend voor als u de studie hebt gedaan in Daniel, de verdieping. Overal zien we het 3 plus 1 patroon terugkomen. Probeer zelf vanuit de Bijbel de patronen te zien. in de eerste vier hervormingsbewegingen. Want die hervormingsbewegingen bevinden zich ook weer. eerst vier en dan drie. Want we hebben eerst Noach, Adams geslacht, mogen we ook zeggen. dat is voor de zondvloed. Dan bevinden we ons na de zondvloed, Mozes. het letterlijke Israël spreken we dan over. En dan spreken we over Agaap en Izebel's tijd. Elias tijd, beter gezegd a gaat in die schebel het afvallige Israël in die tijd. En dan zien we de letterlijke tempelbouw. Tempelbouw Nehemia en Haggai. Heel bijzonder dat we hier met vier hervormingsperioden te maken hebben. 3 plus 1 patroon. U ziet dat hier onder afgebeeld. En daar gaat het om. Want het is altijd 4 plus 3, zoals u ziet. Dus die Hervormingsperioden, die eerste vier, kunnen we enorm veel uit leren. Hebben wij allemaal behandeld, gaan we natuurlijk nu niet, niet allemaal op in, niet veelvuldig althans. We nog wel iets, maar niet uitgebreid, zoals in de drie presentaties. Maar let op dat dit enorm belangrijk is. Ons denkpatroon moet terug naar die vier, beter gezegd, drie plus vier hervormingsperiodes. Moeten wij gaan verstaan? Gaan we verder, want er is nog zo'n hervormingsperiode. Dat zijn die andere drie. Tot zevenmaal toe zien we het patroon terugkomen. Dus nu de drie. Probeer zelf vanuit de Bijbel de patronen te zien in de laatste drie. Deze bij elkaar. Dat is interessant. Hervormingsbewegingen. Hier zien we dus het Johannespatroon. Beter gezegd de tijd van Johannes. Christus komst. Het oude verbond en daarna komt het nieuwe verbond, de middeltijd. Geestelijk Israël, 1840, 1844 noemen we dat ook wel. En dan zien we de zondagswetafkondiging, de 144.000, de laodicensen. Christus' wederkomst, daar zien we ook die zeven plagen in en ook dat duizend jaar. Let op, geen vrederijken. Ik zeg dat er altijd mee bij, omdat dat heel makkelijk gedacht is... Maar dan is de Satan gebonden hier op aarde. En alle mensen zijn gestorven hier op aarde. Dus deze drie periodes van die zeven horen ook weer bij elkaar. En we spreken natuurlijk juist over die laatste, die zevende periode. Daar willen wij hier heel diep op ingaan. Maar let op: die vijfde periode spreken we hier telkens over. Dan moet u proberen het verband te leggen tussen. Deze drie laatste periodes: Hervormingsperiodes. De vijfde, de zesde en de zevende. Natuurlijk zijn die andere vier ook heel belangrijk, dat moet u ook kennen. Maar die drie haalt u heel veel uit. En als u met die ogen, laat ik het zomaar even uitdrukken: Gods Evangelie gaat onderzoeken. of beter gezegd: hetgeen wat Jezus Christus heeft gezegd en gedaan. en wat hij heeft beleefd. dan zult u exact zien. Dat u niet 22 van dit soort punten, die we nu afgebeeld hebben, kunt ontdekken. Maar vele malen meer. Dan zien we dat Jezus Christus de voorzegging heeft gedaan. over onze zevende hervormingsperiode. En dat wordt heel interessant. En want dat gaan wij met z'n allen onderzoeken. Want, laten we eens kijken. de tijd van Johannes de Doper, de vijfde, dus Christus-tijd. in het 3 plus 1 patroon. Die kunt u allemaal zelf gaan invullen. U ziet hier al die nummertjes. Loopt u dat eens door? Ik, we gaan ze nu niet doorlopen, want dat is de presentatie, die hebben wij gehad. Dus u kunt al die punten een wereldwijd, nog geen fundament. Verzameling en verstrooiingstijd, Het leggen van het fundament, een vijand, een tempelbouw. Enzovoort, enzovoort. Kunt u allemaal zelf gaan invullen. En nogmaals, bekijken. Doet u dat, want daar wordt u absoluut heel rijk van. Want het is de bedoeling dat u dat zelf nogmaals gaat doen. U hebt natuurlijk hier de totale invulling van mij gezien, onderbouwd. Maar als u deze studie gaat volgen, en die gaat u nu volgen, dan is het interessant om zelf nogmaals gaan in te vullen. Want u kunt wel eens op andere gedachten komen, dat is helemaal niet erg, dat is heel logisch namelijk. Omdat er veel meer nu uit Gods woord vandaan komt. U ziet het hier al staan, de tijd van Johannes de Doop, de vijfde. En daar heb ik bijgezet. vul zelf in. U kunt dus deze 22 punten leeg ook weer op het internet vinden en kunt u zelf invullen. En als u dat doet, dan ziet u ook daarboven weer al die punten staan... Tot en met 22. En laat uw gedachten daarover gaan. Want daar gaat het om: dat u gaat denken in dat patroon. Wat er bij de tijd van Johannes de Doper is gebeurd. En zo is het ook bij de tijd van de Millerieten. Zesde hervormingsperiode. In het 3 plus 1 patroon. Ook daar hebben wij natuurlijk al een heel op ingevuld. Maar juist na die studie zult u ook weer merken dat er veel punten verandert of bijkomen, laat ik het zo maar uitdrukken, bijkomen in de zin dat u meer ziet. En daar gaat het om. Want de tijd van Miller kunt u dus ook weer van het internet downloaden en zelf gaan invullen. Dus de 1840-1844 periode, waarbij u al deze punten weer net zoals de vorige presentaties in Gaat vullen tot en met 22. En hoe kan het natuurlijk ook anders? Dan hebben we ook nog een derde. En daar willen wij natuurlijk heel veel van weten. En dat kan door al deze oefeningen te doen. En ik raad u ook echt aan: doe die oefeningen. En u hoeft ze bij wijze van spreken niet eens te kopiëren van het internet. U kunt zelf de nummers 1 tot en met 22. Op een papiertje schrijven en vult u zelf eens in. Begin gewoon die vragen te stellen. Zet het beeld stil. En vraag u zelf af: wat is dat geweest? Want het gaat erom dat u gaat denken in die hervormingsperiodes. Want dan begrijpt u Gods Woord veel beter. En daar is het natuurlijk om begonnen. Vooral deze diepgangen die in Matthäus liggen, die Jezus zelf heeft uitgesproken. Want de eindtijd. Van de 144.007. Patroon, daar gaat het om. Weer de invulling van onszelf. En nogmaals, dat kunt u allemaal weer nakijken. Dat kunt u zelf weer invullen. Maar het gaat om deze laatste. Vul zelf in. Ook weer die 22 punten. Met de bovenkijkende van, waar hebben we het dan over? Wereldwijd nog geen fundament. En vult u het allemaal hierin. En dan zult u ontdekken. Dat er vele malen meer in de Bijbel staat dan dat u had verwacht. En juist deze eindtijd van de 144.000, de zevende patroon, is verstandig om die het laatste in te vullen. Dus als u de hele presentaties hebt gezien, pakt u dan als allerlaatste dat patroon nog eens. En dan zult u echt nog gaan ontdekken: onvoorstelbaar, we kunnen pardon, geen 22 punten invullen... Maar we kunnen wel honderd punten invullen. En daar is het om begonnen. Dat u gaat zien van wacht eens even, er staat nog veel meer in Matthäus dan dat ik ooit zelf gelezen had. En dat leggen we natuurlijk met z'n allen ook door Gods heilige geest u ook allemaal uit. Want het is een complete herhaling. En als u deze animatie er ook nog bij pakt. De herhaling van de geschiedenis voor de 144.000. De periode vanaf de eerste engel tot de derde engel was en zal een majestueuze manifestatie van Gods kracht zijn. Dus alles wat er is gebeurd vanaf 1840, 1844, gebeurt weer. U ziet, deze animatie hebben we eerder behandeld, dus daar gaan we niet te ver meer op in. Zie hem eens rustig door, we krijgen die opwekking dus ook weer, ook in die eindtijd. En dan zien we ook dat die herhaling van die wijze en dwaze maagde weer plaats zal vinden. Ook die teleurstelling van die deur gaat dicht. Zullen we ook hier heel veel over spreken. Moeilijke tijden krijgen we. Hebben we ook al veel van gelezen zoals je weet. En de crisis plus de escalatie. En wat zien we dan? Juist bij die vierde mijlpaal een herstel koninkrijk. Dat begint natuurlijk al bij de eerste plaag. En volgt er een toornig. En daar hebben we ook weer die genade deur die dicht gaat op dat moment. De nieuwe wereldorde de, de paus voor één uur, openbaring 17. En dan daarvoor die enorme uitstorting van de spaardregen. Animatiesheets kunt u allemaal downloaden. Om het u gemakkelijker te maken. Want die hervormingsperiode, hersteloordeel, herstel koninkrijk. U, u vindt het allemaal ook hier weer in Matthäus terug. En dat willen we nu verder gaan onderzoeken. Maar ik heb eerst een klein stukje informatie voor u. Want er moet ergens een moment zijn wanneer dat begint. En u hebt het al gezien in de vorige animatie, daar zijn we dingen veranderd. Laten we nog eens kijken. Dat gaat om de derde W. Die derde W is een wereldwijde gebeurtenis. En dat was in de periode van de Miller nog niet helemaal goed bekend. En toch is daar een gezicht over geweest, waardoor wij weten, dan spreek ik in het bijzonder over de zesde bezuin, tweede W mag u ook zeggen, of zesde bezuin, dat die nog niet geklonken had in 1840. En dat is nieuw. Want wij hebben continu geleerd, en de pioniers ook, dat die tweede W. Zesde bezuin, geklonken had in 1840. Maar dat was dus niet zo. Laten we eens lezen wat William Foy in een gezicht heeft gezien. En dan moeten we weten: Hazen Fox en William Foy, dat waren de voorlopers van Ellen White. Die hebben ook visioenen van God gekregen om het werk te doen wat Ellen G. White heeft gedaan. Maar zij hebben geweigerd. Onvoorstelbaar zouden we zeggen. Wie weigert nu om iets voor God te doen? Er waren twee mannen die dus niet hebben gedaan wat God van hen verlangde. Ze hebben wel gezichten gezien, maar de angst was natuurlijk enorm wat over hen kwam. Want u hebt zelf al gelezen: als u die waarheid gaat verkondigen, dan is men niet blij met u en ook niet met mij. Dat begrijpen we. En dat was hun ook heel duidelijk: die Hezen Fosch en die William Foy. Laten we eens lezen hoe dat gezicht. Zich afspeelde, of wat William Foy heeft gezien van God. Extra informatie, zesde bezuin. De waarschuwing van God in het tweede visioen van William Foy. Op 0402 1842, let op 1842, kreeg William Foy zijn tweede visioen van God. Dus bijna 2,5 jaar voor. 22 oktober 1844, dus na 1840. Deze duurde volgens acht ooggetuigen 12,5 uur. In dit visioen zag Foy zich met een groep gelovigen in de hemel. Ze stonden voor een vurige barrière en toen ze daardoor heen gingen en kwamen vervolgens op een oneindige heerlijke plaats. Gelijk naast de barrière zag hij een machtige en heerlijke engel. Deze engel. Kwam erg overeen met de omschrijving van de engel in Openbaring 10. De engel was met een rijnwit kleed bekleed en op zijn hoofd droeg hij een glanzende kroon. Hij scheen door deze vurige barrière heen te kijken en zijn vurige ogen waren strak op de aarde gericht. Hij had zijn rechtervoet naar voren geplaatst, alsof hij wilde gaan lopen en alsof hij de aarde al zou aanraken. Maar er ontbraken nog drie stappen tot aan de aarde. In zijn rechterhand hield hij een bazuin tegen zijn borst. Gelijk daarna schalde een machtige stem vanuit het midden van de heerlijke plaats. De stem zei tenslotte: maar één zin. Die luidde: De zesde bazuin heeft nog niet geklonken. Tot zover het visioen. Opmerking, klaarblijkelijk gaat het hier om de zesde bezuin, Engel dus, van openbaring 9 vers 1. Er moet ook nog een ander citaat aanwezig zijn over dit visioen, maar deze is nog niet in ons bezit. Wat wel belangrijk is, dat de zesde bezuin heeft nog niet geklonken in 1840. Want dat staat daar, dat kunnen we hier heel duidelijk uit opmaken. Dus als we dan weer naar... Openbaring toe gaan en dat totale plaat een beetje gaan bekijken, dan is die zevende bazuin, derde w, ook nog veel verder dan dat wij ooit gedacht hadden. Want wij hebben gedacht dat die zevende bazuin, dat die in 1844 viel. Kijk, begrijpt u dat daar nu een kleine verandering in komt? En laten we dat eens gaan bekijken met z'n allen. Herhaling van de drie engelen boodschap in eindtijd. U kent deze plaat. Hier hebben we de tweede W uitgebeeld. Hé, hey. en die moet verplaatst worden. Volgens dit visioen. Naar dit punt, het derde punt. We hebben hem hier altijd uitgelegd. Ook de pioniers hebben hem hier altijd uitgelegd. Maar volgens het gezicht van William Foy moet hij hier naartoe verplaatst worden. Dus wat krijgen we dan? Die wereldwijde gebeurtenissen. Hebben we allemaal besproken. We hebben de wijze en dwaze maagden allemaal besproken. Kracht en macht. Ziet u die presentaties na. En dan krijgen we weer een teleurstelling in 1844. Maar dat houdt ook expliciet in als die tweede W hier klinkt. Wat weten we dan? In die onderstaande lijn moet dan die derde W zevende bezuinig komen. En wat kunnen we dus concluderen met z'n allen? Die wereldwijde bazuin moet klinken op 11 september. En kracht en startpunt is dus hier van die derde W. Want daar is een enorm belangrijk punt, heeft plaatsgevonden. Ook op 11 september 2001, met de islamieten. Heb ik u al uitgelegd in de presentaties van Daniel Verdieping. Dus we weten dat die spade regen in Amerika daarna gaat uitgestort worden. En we zien ook elke keer start, kracht, start, kracht. En als laatste, de derde de genadedeur dicht gaat. En dan weten we ook dat de zeven plagen komen, weer een startmoment en een krachtmoment is. Dus die derde w kunnen we gewoon stellen. Die moet gestart zijn op 11 september 2001. Want andere grote gebeurtenissen zijn er niet geweest. Want hier hebben we een wereldwijde gebeurtenis en hier hebben we een wereldwijde gebeurtenis. En hier hebben we een Amerikaanse gebeurtenis en die vindt hier ook weer plaats. Dus we zien heel duidelijk dat die W bij die juist in die zevende hervormingsperiode hier moet starten. Veel over uit te leggen. Veel over te zien, ook juist met die uitstorting van die heilige geest, komt daarbij. Dus wij kunnen bevatten met z'n allen, dat de zesde hervormingsperiode hier heeft plaatsgevonden. En de zevende hervormingsperiode dit onderste gedeelte is. En die moeten ergens overeen komen. En dus moeten die weeën ook overeen komen. En die komen daar ook echt overheen. Want als u dat eens een beetje gaat analyseren, wat er in 11 september 2001 is gebeurd, dat weet u, met de Twin Towers: aanvallen, terrorisme, angst voor terrorisme is volop gekomen hier in deze wereld. Hoort u dagelijks over op de tv. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat dat alleen maar het verlossingsplan. Maar die hebben wel een katalyserende werking tot gevolg dat een, een stuwmoment komt in Gods verlossingsplan. Bazuinen dus, militair ingrijpen van God om iets in deze wereld te bewerkstelligen. Dat moet je even meenemen om het totale beeld ook te complementeren. Als het ook om de bazuinen gaat, vandaar. En nu gaan we dus ook echt met z'n allen onderzoeken. Op de manier zoals God, Jezus Christus, van u en mij verlangt. Verwacht. Want we hebben natuurlijk deze zeven hervormingsperiodes, en die zijn er niet voor niets. En we hebben die vijf groepen al uitgelegd. De werkers voor de Heer. En dat staat hier allemaal niet voor niets. Op dit moment, op het juiste moment. Laten we eens kijken. U ziet daar heb ik een enorm rood blok omheen gezet. En dan is dat een belangrijk punt. Dat snappen we allemaal met z'n allen. Nu gaan we Jezus' profetische uitspraken voor onze tijd invullen. En nu zult u zeggen, hoe bedoelen we dat dan? Laten we eens kijken. Nog een groot blok. Een rood blok. Bij vrijwel alle uitspraken van Jezus Christus, zullen we zien dat we deze kunnen plaatsen in onze tijd. De zevende hervormingsperiode. Dus er is iets gebeurd in een vijfde hervormingsperiode, maar we zien dat Jezus uitspraken doet over de zevende hervormingsperiode. Blijf dit telkens in gedachten houden tijdens de gehele studie van dit tweede deel van het leven van Christus op aarde. eerste deel is de geboorte en onderwijzing van Jezus Christus, zijn missiewerk. En dit is natuurlijk het laatste deel, het tweede deel van zijn werk hier op aarde. En dat is natuurlijk de benauwdheid van onze geliefde Heer. In de voorzeggingen aangaande Christus' benauwdheid, in het vijfde patroon ten opzichte van de zevende hervormingsperiode, zien we continu en heel duidelijk overeenkomsten van de Jacobs terugkomen. Uit dit laatste leren we heel veel, want dan weten we wat ons te wachten staat vanuit de Bijbel. Dus let op die overeenkomsten. Van het vijfde en het zevende hervormingspatroon. Periode. Als we dat gaan zien. Als we dat gaan begrijpen. Continu met die ogen lezen. Gods geestelijk vermogen gebruiken om dat te verstaan. Dan zult u iets gaan begrijpen. Dan zult u ook gaan begrijpen dat alles wat Zuster Waard schrijft. overeen moet komen. Met wat Jezus heeft gezegd. Want zuster White zat in de zesde hervormingsperiode. En die heeft heel veel geschreven. Ook meegemaakt daar. En daar zijn ook die dingen gebeurd. Op een andere manier, maar ook gebeurd. Dus alles wat zuster White schrijft. Ook in die zesde en voor de zesde periode. En voor de zevende periode. Moet weer aansluiting hebben op de vijfde periode. Bent u dat met me eens? Die drie hervormingsperiodes passen perfect aan elkaar. Kunnen we op elkaar leggen? Als een blauwdruk op elkaar. Vijfde, zesde, zevende. En dat willen wij graag weten. Want wij willen weten wat er in de eindtijd gebeurt. En dat kunnen wij weten. Heel veel zelfs. Dus de bevestiging van Jezus Christus en Ellen White komen heel goed aan de orde. Want wat is kenmerkend in de hervormingen van toen en nu? Profeten en koning bladzijde 4.18. In de eindtijd zal elke goddelijke instelling hersteld worden. De bres in de wet gemaakt, in de tijd dat de sabbat werd veranderd door de mens, zal hersteld worden. Gods laatste volk, dat in de wereld leeft als hervormers, ziet u dat, als hervormers, moeten we laten zien dat Gods wet de grondslag vormt van alle blijvende hervormingen. Zevende hervormingsperiode, vijfde, zesde en zevende. En dat de Sabbat van het vierde gebod blijft bestaan als gedenkteken aan de schepping en blijvende herinnering aan Gods macht. Op duidelijke wijze moeten zij de noodzaak aantonen van gehoorzaamheid aan al Gods geboden gedroond door de liefde van Christus moeten ze met hem samenwerken in het herbouwen van de verwoeste plaatsen. Ze moeten herstellers van de bressen en herbouwers van de straten zijn. En dat herstellen en herbouwen van de verwoeste plaatsen dan spreken we over de zeven hervormingsperiodes. Gods laatste volk leeft hier in deze wereld als hervormers. Zo ook de tempelbouw toen gaande was, in die hervormingsperiode. Zo was ook de Millerietenperiode een hervormingsperiode. En zo was de tijd van de Heer Jezus ook een hervormingsperiode. En zo zijn Gods laatste oprechte kinderen hervormers. Door zuster White zelf al gezegd en gesproken. Dus we zien dat Jezus dat al aan zuster White heeft doorgegeven. Let nu op. Dat die 144.000 hervormers zijn. en die zeven hervormingsperiodes. heel goed moeten bestuderen. willen zij hun werk goed kunnen doen. En dan gaan we verder met Matthäus 20, vers 18. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En een de zoon des mensen zal den overpriesteren. en schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. Wij gaan ook op naar het nieuwe hemelse Jeruzalem. Zit u hier? We lezen nu van de vijfde periode hervormingsperiode naar de zevende hervormingsperiode. Maar voordat dit zal gebeuren, zullen we overgeleverd worden. Aan wetten en voorschriften van mensen in de zevende hervormingsperiode. Want laten we eens kijken. In Isaiah 10, vers 1 tot 3, zegt Zusterwaard heel duidelijk: dat is de zondagswet. Wie. Degenen die ongerechtige inzettingen inzetten. En de schrijvers die moeite voorschrijven, wetten van mensen maken, dus, om de armen van het recht af te wenden en om het recht ter ellenderen, mijns volks te roven. Het houden van alle geboden, hè, want die mogen we straks niet houden met die zonderswet. Opdat de weduwen hun buit worden en opdat zij de wezen mogen plunderen. Niet meer kunnen kopen of verkopen. Maar wat zult gij lieden doen ten dagen der bezoeking en der verwoesting, die van verre komen zal, tot wie zult gij vlieden om hulp en waar zult gij uw heerlijkheid laten? Alleen de oprechte kinderen van God worden beschermd. Belangrijk om te weten dat die overpriesters in schrift geleerd, die gaan u en mij overleveren. En zeeld ze, ja, dat, dat was toen, maar dan nu weer? Jazeker. Enorm vele valse herders zullen nu gaan overleveren. En als we dat gaan zien in die laatste gebeurtenissen op deze aarde, en dan gaan we één keer weer die pla doorlopen, het is natuurlijk een, in het begin een beetje herhaling, omdat dat nodig is, omdat we het gebruiken moeten, gaan we die Jacobsbenauwdheid nog een keer ophalen. En mijn verzoek is ook aan u: heb deze. Deze animatiesheet erbij om goed te kijken in welke periode bevinden we ons nu? Wat staat daar te gebeuren in die zevende hervormingsperiode? En welke periode binnen die zevende hervormingsperiode bevinden we ons? Laten we maar eens kijken. De laatste gebeurtenissen op aarde, de Jacobsbenaaldheid. U kent die. Een grote zwarte lijn staat daar, tijdslijn. 1798, 1260 jaar is voorbij. De dodelijke wond is aangebracht. En wat weten wij? Onderzoekende oordeel, 1844, einde van de 2300 aan de morgens. En dan zien we de tijd van het einde, de drie Engelenboodschap. Vanaf hier tot aan het millennium aan toe. En daar staat bij: alle kooplieden en machthebbers niet meer gevonden. Nogmaals, Print u hem uit en dan leest u dat ook veel duidelijker. Wat krijgen we dan? De Nationale Zondagswet. Dat is het kernpunt wanneer de Jacobsbenaaldheid start. En dat hebben we zo pas ook gelezen in Jesaja. Wat zien we? De verzegeling van de 144.000. Odisee gemeente. Tijd Jacobsbenaaldheid. De late regen gaat vallen. Wat zien we? De tegenactie, Satan, engel des lichts. Zoals God hier iets voor zijn oprechte kinderen doet, zo gaat de duivel ook aan het werk. En die krijgt ook meer macht op dat moment. Dan komt er ook een verdrukking. Eerste, tweede, derde, vier fasen. Willen we het ergens in indelen? Dat noemen we de kleine Jacobsbenauwdheid. Want gaat uit van haar, mijn volk, want de dodelijke wond is genezen. Juist het pausdom gaat die zondag opleggen. En wij moeten die, in die kleine Jacobsbenauwdheid, die tijd die daar nog rest. moeten wij die geweldige boodschap van openbaring 14 en openbaring 18 uitdragen. De luidroep door de zevendagsadvertisten. Laatste overblijfsel blijft daar op dat moment over. En dat is juist voor de tijd vlak voor de grote Jacobsbenauwdheid. En die hebben we hier afgebeeld. Grote Jacobsbenauwdheid. Dan doet de Heer ook het kleed wraken aan. Uit de provincie gehaald. De zeven plagen komen dan. De eerste plaag, dat weten we, allemaal zweren. En dan komt de tweede plaag. Daar hebben we hebben er ook video's van gezien. Dat al de zeeën als bloed worden. En dan komt de derde plaag. Ook de rivieren worden als bloed. En dan komt de vierde plaag, dat is de zon wat verhit op dat moment. En wat ook bijzonder is bij die tweede plaag, dat er een doodsdecreet wordt uitgevaardigd. Maar nog niet bekrachtigd, let op. Want dan krijgen we eerst nog de vijfde plaag, alles wordt verduisterd, ze kouden op hun toon, een enorme toestand is dat daar op dat moment. En dan krijg je de zesde plaag, dat is Armageddon, en daar wordt ook de doodsdecreet bekrachtigd op dat moment. En wat zien we dan? Een kleine vooropstanding. Hoort u mij vaker over? Daar hebben we zo pas ook al even over gehad in de eerste presentatie. Daar krijgt u meer uitleg over. En dan, op dat moment, wat gebeurt er dan? Verwachten wij onze geliefde Heer Jezus en worden we opgenomen ten hemel. En bij de zevende plaag zullen alle goddelozen sterven op deze aarde. Wederkomst Christus is dat moment tussen de zesde en de zevende plaag. En allemaal, we hebben al een video van gezien. Dus wij gaan dat hier niet allemaal herhalen. Maar het gaat er nu natuurlijk wel om dat u weet waar wij over spreken. Als we het over de Jacobsbenauwdheid hebben. Dan hebt u deze plaat bij de hand. Als ik zeg kleine Jacobsbenauwdheid, weet u direct waar het over gaat. hoef ik dat natuurlijk niet allemaal meer uit te leggen. Ook de zeven plagen enzovoort. Ja, dan gaan we kijken. Want wat gebeurt er? Waar hebben we het over? Wat staat er? als eerste te gebeuren. Ik heb het al genoemd, maar zal overgeleverd worden. Gods oprechte kinderen, welke de wet van God zullen houden, en de wet van God in hun hart hebben, het is een lust van mij, mijn God, uw wil te doen, uw wet is in mijn binnenste, zei de Heer Jezus, en dat moeten wij ook zeggen, zullen overgeleverd worden aan de machthebbers. Wereldmachthebbers, maar ook kerkelijke machthebbers. Dan lezen we uit het grote conflict, ook altijd weer de pakke-editie. ik heb het erbij gezet. De populaire predikanten zullen zoals de farisees voedende worden. Wanneer hun gezag in twijfel wordt getrokken en zullen de boodschap aan Satan toeschrijven. Ze zullen de massa die de zonde lief heeft, daar spreken we over, ophitsen om de verkondigers van de boodschap te bespotten en te vervolgen. Dus we weten... Matthäus 20, vers 19. Dat was toen zo, zal overgeleverd worden. En we zien hier een citaat. Zoals de Farisee's woedend worden. Zesde zegt, één op één. Zoals het met de Farisee's ging. Zo beleven wij dit ook. Ook met de huidige predikanten. In alle kerken wel te verstaan. Dus we zien dat er iets enorms staat te gebeuren. En dat we de vijfde hervormingsperiode één op één op een zevende kunnen leggen. Wat Jezus heeft gezegd tegen de discipelen, zegt hij ook tegen u en mij. En u zult u zeggen: Ja, maar dit is maar summier, het lijkt me zo. Nou, u zult natuurlijk begrijpen dat dit niet het enige citaat is wat één op één overeenkomt. Het zijn massa citaten die één op één overeenkomen met de vijfde, zesde en zevende hervormingsperiode. Want het is gewoon zo. Hoe hard leert is men nu al? Absoluut. 1 Timootjes 4, vers 2. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben ze hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. En weer zo'n tekst met een dik blok eromheen. U zit hier, iemand staan die op die wet wijst. en die die wet helemaal niet wil houden. Want door geveinsdheid der leugensprekers hebben ze hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. En dat is nu ook volop gaande. Mensen schroeien gewoon hun geweten zo dicht, zo enorm dicht, dat ze dat niet willen horen. Hmm, want, ja, dat, dat geeft verantwoordelijkheden en dat brengt consequenties met zich mee. Je moet maar eens proberen iemand te wijzen op zijn fouten in alle liefde. Nou, dan gaan de mensen de gekste dingen doen. Laat staan te vertellen wat er in de Bijbel staat en wat er staat te gebeuren. Zo hard leers zijn mensen. Ze hebben hun geweten gewoon dichtgeschroeid. Dus dat zijn punten die we heel goed voor onszelf ook mee moeten nemen. Let op, u zult tegenstand te verduren krijgen. En niet zo'n klein beetje ook. Dus dan moeten wij tegen bestand zijn. En daarom legt onze geliefde Heer Jezus door zijn Heilige Geest ons precies uit welke tijd wij tegemoet gaan. Dat is dezelfde tijd die de Heer Jezus ook tegemoet ging. En wij zijn, wat zijn wij hier op deze aarde? Vertegenwoordigers, getuigen van Jezus Christus. En als het geweten zo dichtgeschroeid wordt, wat is het gevolg daarvan? Wat zei Jezus als gevolg hiervan? En zij zullen hem ter dood veroordelen. Dit houdt indirect in dat Gods dienstknechten en dienstmaagden ook ter dood veroordeeld zullen worden. Ja, dus dan zult zeggen: ja, hoe kan dat nu? We zouden toch blijven leven? Laten we eens verder lezen. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Dus vanaf de Jacobsbenauwdheid en de luide roep spreken we over. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Dat is openbaring 14, vers 13. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren. Om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en dezelfde beeld, dus die zondagsrust, niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden, dus die zon aanbidding. Aan hun voorhoofd keuze hebben gemaakt en aan hun hand. Zij die niet werken op de sabbat, de zevende dag van de week. De 144.000 blijven zeker. Tot het einde in leven. Dus er zullen ook heel veel oprechte kinderen van God vallen. Sterven. Hoe dat precies gaat, natuurlijk. is allemaal te beangstigend om dat te willen weten. Maar dat vertrouwen moet u in God hebben. dat God u in alles helpt. Ook in dat. benauwde moment. laat ik het zo maar even stellen. Want het gebeurt wel. Het staat niet voor niets in de Bijbel. Twee teksten. Openbaring 14 vers 13 en openbaring 20 vers 4, met een gedeelte daar dan in. En u ziet ook al heel duidelijk in openbaring 14 vers 12, hier is de leidzaamheid der heiligen, hier zijn zij die de geboden gods bewaren en het geloof van Jezus hebben. Dus die groep is daar ook in die twee versen genoemd, in openbaring 14 vers 12 en 14 vers 13. Dus al met al duidelijke woorden van onze Heer. En dan gaan we eens verder. Matthäus 20, vers 19. En zij zullen hem den heidenen overleveren. om hem te bespotten. en te geestelen. en te kruisigen. En ten derde. daar zal hij wederop staan. We lezen weer na drie dagen. dat er een opstanding is. Wat heel duidelijk wijst op de tijd van. de Jacobsbenaaldheid. Even met of zonder de zeven plagen. van één jaar. zie Jesaja 34, vers 8. Want. Hier ziet u die 3,5 jaar en hier ziet u dat ene jaar. En u mag ook 3,5 jaar totaal nemen, zoals u wilt. Want ten derde dag zal hij weer opstaan. Dus een, ieder die hier sterft, zal op die derde dag weer opstaan. Het derde jaar. Dit blijft nog steeds suggestief, maar deze tijd komt telkens weer terug. Dus het lijkt er ook heel veel op dat die 3,5 jaar de totale tijd is, plus dat ene jaar. Christus wist wat hem zou overkomen. Gods dienstknechten en dienstmaagden weten ook wat hun kan, zal, overkomen. Waardoor zij sterk moeten staan in het woord van God. Met, zo spreekt de Heer Heer. Dat staat er in de Bijbel. En niet wat andere mensen denken, of willen denken. Dus op een bepaald moment kunnen we wel stellen van ja, het blijft suggestief, dat snappen wij, maar we kunnen ook heel veel begrijpen. En er was ook bij de tempelbouw, ziet u de presentatie nog maar eens na, bij Esra, ook drie dagen dat die levieten wachten en weenden. Dus daar zitten die drie dagen weer in verscholen. Ook iets uit hetgeen wat Jezus ons heeft te vertellen. Begrijpt u wat ik telkens zeggen wil? Dus als we dat nu gaan zien, even in die totaalplaat, weer van die gemeentes, wat zien we dan? U ziet hier die pijlen weer staan. We zien 3,5 is de helft van 7, het volmaakte getal van God. De helft daarvan is onvolmaakt en de tijd van verdrukking. weten wij ook. Dit getal, 3,5, wordt in de Bijbel verschillend benoemd: 1260 dagen, jaren, 42 maanden, of 3,5 dag, of. Drie keer een dag plus een halve. Tijd van de middeleeuw, 1260 jaar, pauselijke vervolging. Daar was toen een pauselijke vervolging, precies in het midden. En we krijgen weer een pauselijke vervolging. Een wereldse vervolging. Dus al met al kunnen we stellen, hoe duidelijk geeft God aan dat wij toch echt veel kunnen en mogen gaan begrijpen uit Jezus' woorden. Dat zijn we niet zomaar woorden. En alleen maar voor de vijfde periode. Nee, dat zijn woorden die in onze tijd nu gelden. Een paar voorbeelden maar. En zoals u weet, gaan we straks verder. Want we kunnen natuurlijk nog lang niet alles behandelen. En er staat heel, heel veel al in. Alleen in Matthäus 20. Laat staan dat we naar Matthäus 24 straks toe gaan. Want dat heeft Jezus juist voor onze tijd ook geschreven. Met de vermenging van. De verwoesting van de tempel in 70 na Christus. Maar we willen het eerst hierbij laten. Tot zover is deze presentatie. Bid elke keer na de presentaties, ook voor de presentaties, doe ik persoonlijk ook, hebt u nodig. We doen dat niet elke keer, dat neemt heel veel tijd ook in beslag, maar we doen het wel allemaal persoonlijk. Dus let op, bid en smeek God om inzicht door zijn heiligheid. Ik hoop u straks weer te zien, ook bij het vervolgdeel, het vierde deel van Matthäus 20. Ook de vierde evangelie, zijn boodschap in de provincie verdieping 1. Graag tot straks.